Mijn allerbeste vrienden all over de wereld, ja, zeker. Paramaribo groet u. Helemaal strak en gezond en blij. En wij wensen u natuurlijk het allerbeste voor de rest van de week. En we hopen, eigenlijk zijn we in de overtuiging, dat u, mijn vrienden, doen wat goed is voor uzelf, goed voor de familie, goed voor het land, goed voor het volk. Man, een en al positief vibe stuur ik naar u. Kijk, 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 kijk. Umbosi, umbaraso, serefi. En segi upi king. Wel, op dit ogenblik is het in Suriname een klein beetje bedaard, maar niet echt. Luister nog. Laten we ten eerste de mensen feliciteren, de samenleving feliciteren, met de winst die behaald is door de protestanten. En tegelijkertijd feliciteer ik ook de regering, met name Chandrika Prasad Santokhi, voor het feit dat hij het charme-offensief heeft getoond en eigenlijk op veel zaken ja gezegd heeft. Ja, ik ga luisteren. Ja, Satoki is door de knieën gegaan. En dat is helemaal niet erg. Want in een charme-offensief zal je door de knieën gaan. Dat is geen punt. Wat we hopen is dat het geen tijdelijkheid betreft, maar dat we het hier hebben over een structurele inzet. Hè, dus die ervoor gaat zorgen dat alles weer richtig wordt. Een paar opmerkingen. Dat team, dat organic genoemd is, zichzelf organic genoemd heeft, dat heeft bereikt dat er een aantal mensen een week op straat zijn gegaan en de president is onder die druk bezweken. Ja, dat kan niet anders. Het andere zou zijn dat er allerlei zaken gebeurden waar wij nooit voorstander van zouden zijn, maar gelukkig zijn die achterwege gebleven op een klein opstootje na en zijn in feite de eisen ingewilligd op zodanige manier dat we even moeten afwachten hoe die inwilliging precies vorm gaat nemen. Alles kan niet op in één keer, maar de toezeggingen zijn gedaan en wij verwachten niet anders dat het doorgaat. Chandrika Santokhi kan zich niks anders permitteren dan dat hij doet wat hij gezegd heeft. En anders is zijn val heel snel. Mijn indruk is dat het eigenlijk de dans ontspringen is. Is de dans ontsprongen. Het is meer, dat is de realiteit, het is meer uitstel, maar geen afstel van een verkorte rit van deze regering. Er is binnenkort nog veel meer. En er komt elke dag wel een nieuw schandaal naar boven. En daar kan je niet tegen, je kan je niet tegen beschermen, want het is al ingezet. Het is al ingezet. Kijk, wat nu gebeurt is eigenlijk dat correcties gepleegd worden die nooit gepleegd hadden hoeven te worden wanneer president Chandrika Prasad Santokhi
was ingetreden op 16 juli 2020 met een goede mindset. Want in feite heeft hij op die momenten de fout gemaakt. Argumentatie, ja, we zijn met niks begonnen, we hadden geen mensen, het was allemaal rommel, een leeg kabinet en zo. Dat hebben we gehoord. Maar je bent 2 jaren lang en pak wel een paar, nou, maandje, ben je bezig geweest met die noodmaatregel die je getroffen hebt om te kunnen starten. En die heb je 2 jaren volgehouden. En als niemand je onder druk had gezet, Chan, dan was het precies zo gebleven. Want ik kwam niet bij je op dat het niet klopte. En dat is volgens mij de basis van een gigantische fout waar je in zit en die is niet veranderd. Je kan dus wel de poppetjes veranderen nu, maar de gedachte is niet veranderd. Dus jouw uitgangspunten zijn niet veranderd. Die uitgangspunten waren gebaseerd op arrogantie en dat is niet veranderd. Ik apprecieer zeer het charme-offensief als oplossing voor nijpende problemen en als een spanningsregelaar. Je hebt de fuse eruit getrokken. Dus die spanning is gedaald. Maar het is niet gedaald tot nul. De samenleving zal eerst moeten zien dat de veranderingen effect hebben op hun dagelijks bestaan. Ik praat over doekoe, valuta, money, poen. Als mama naar de winkel gaat, dan moet ze meer kunnen kopen voor 100 SRD dan ze vorige week kocht voor diezelfde 100 SRD. Zolang je dat niet kan realiseren, heb je een gigantisch probleem. Want we kunnen praten over allerlei zaken, maar uiteindelijk gaat het om de koopkracht van de mensen. Minder koopkracht maakt mensen, ja, ongedurig en ze voelen het in hun pocket, ze voelen het als ze die bruine bonen kopen en als ze die bruine bonen koken. Alles was duur, wordt duur, stroom. En dus dit is jouw issue. Als mensen naar het ziekenhuis moeten, dan moeten ze een goede verzorging hebben. Mensen moeten niet 4 uren lang op EHBO, spoedeisende hulp, SEH, 4 uren lang zitten voordat ze geholpen worden. Baby's, daar praat ik wel helemaal niet over praten. Dus al dat soort zaken moeten mensen voelen. Willen ze met je meegaan en zeggen van inderdaad, hij heeft iets veranderd. Dat je blijft kwakkelen met ministers die niet deugen. Ja. Barara, als je dat wil, is dat zo direct het volgende punt wat je gaat doen struikelen. Ga je weer door de knieën moeten gaan. Ramadien deugt niet. De minister Ramadien deugt niet. En over amoxie wordt er nu gegild. Maar sla de video's maar erop na. Een jaar geleden hebben we het al gezegd. Anokang. Er is nog iemand anders waarvan we zeggen Anokang. Maar die houdt zichzelf in stand. Omdat ze geld in het laadje brengt. En dat is minister Marie Levens. Deugt niet. Rommel. Spant continu het paard achter de wagen. Doet zij en dat doe jij ook. Dus luister nou. Ik feliciteer met deze winst. Het is mooi. En ik feliciteer ook Organic met de druk die ze vanuit een klein team hebben kunnen opvoeren, omdat er een heleboel mensen achter ze hebben gestaan. Omdat die mensen die pijn ook voelen. Maar Organic heeft
fouten gemaakt. En behoorlijk wat fouten. En we gaan het daar straks over hebben. Paramaribo groet u. Het is vandaag 3 augustus 2022. En heb het goed. Blijf denken. Vergeet niet. Suriname United is the only way we are going to win the fight. En ik blijf het zeggen. Hoewel er natuurlijk allerlei mensen zijn die niet in de... Suriname United is the only way we are going to win the fight. Alla trafasina lassi. Tot later.